Op zaterdag 10 en zondag 11 november organiseerden VAB en Uitmagazine voor de 21ste keer de verkiezing van de VAB Gezinswagen van het jaar. Maarten Matjenko van VAB. We organiseren de VAB Gezinswagenverkiezing voor de 21ste keer. En we doen dat om gezinnen met de nieuwste wagens te laten kennismaken, zelfs te laten testrijden. En anderzijds om ook te laten zien dat de autoconstructeurs toch heel wat inspanningen doen op vlak van veiligheid, milieu en comfort. De jury bestond uit leden van de vakpers, autospecialisten en natuurlijk ook uit gebruikers. 60 gezinnen. Zij doen het op basis van een syllabus waarin alle technische gegevens staan, maar ook vergelijkende tabellen, dus ze kunnen die wagens zeer goed vergelijken. En anderzijds gaan ze met alle wagens testrijden. Dus op basis van hun eigen ervaring en alle resultaten, technische resultaten, kiezen zij de winnaar van het jaar. De testritten vonden plaats aan het Automotive Media Center in Zelk. De auto's die meedingen naar de titel van gezinswagen van het jaar werden opgedeeld in twee categorieën. 1 tot 14.500 euro en 1 tot 24.500 euro. Maar omdat het oog ook wat wil, wordt dit jaar voor het eerst ook de mooiste gezinswagen van het jaar verkozen. Op 21 december was het dan zover, de prijsuitreiking. De Mazda 2 ging lopen met de titel van gezinswagen van het jaar onder de 14.500 euro. De Seat Altea XL in de categorie tot 24.500 euro. Deze Nissan Qashqai wist dankzij zijn looks de prijs van mooiste gezinswagen van het jaar in de wacht te slepen.